Goedendag. Het was de afgelopen weken weinig kleurrijk als het over het weer gaat. Dat kunnen we op de ingezonde foto's ook zien. Het was somber, veel bewolking en af en toe een beetje regen. Kortom, fris weer. De oorzaak daarvan is een hoge drukgebied boven Scandinavië. Dat levert weliswaar een oostenwind op, maar er is weinig kou in Midden-Europa, dus ook geen vriesweer in onze omgeving. Wat betekent dat voor het komende weekend? Somber weer, maar wel zachter. De zaterdagmorgen begint met veel bewolking en in de middag zijn er wel wat opklaringen. En met een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het zo'n 12 graden Celsius. In de avond en nacht meer opklaring en dan zag de temperatuur aardig. Het wordt zo'n 3 graden met kans in de nacht op mist. Zondag ietsje beter, ook wel bewolking, maar daarnaast zijn er meer opklaringen. En er staat nog steeds een zwakke tot matige zuidoostenwind. Het wordt wederom zo'n 12 graden Celsius. Kortom, gewoon herfstweer. Dat is het voor nu. Maar er is meer. Kijk op woerden.tv voor meer actualiteiten. En vergeet vooral uw foto's niet te mailen naar redactie@woerden.tv. Dit is woerden.tv. Met woerden.tv heb je altijd als eerste het nieuws uit Woerden. Mis niets. Kijk woerden.tv.